En de ministers die daar vroeger zaten, die zijn een beetje terzijde geschoven. En dan is er ook voor het eerst muziek in de ridderzaal. Maar het hoogtepunt van vandaag is de rijtoer en de troonrede. Dat is natuurlijk leuk om naar te kijken, maar het gaat vooral ook om de inhoud van die troonrede. En die inhoud die is gemaakt door de ministers van het kabinet Lubbers. Ze vertellen erin wat ze volgend jaar allemaal van plan zijn. Hoe gaat het met de economie, waar wordt er bezuinigd, et cetera, et cetera. De koningin richt zich in haar toespraak in de eerste plaats tot de leden van de Staten-Generaal, de leden van de Eerste en Tweede Kamer. En daarom praten we direct na de rijtoer in de rolzaal, en dat is ook in het ridderzaalcomplex, met alle fractievoorzitters uit de Tweede Kamer. En om 3 uur schakelen we even over naar die Tweede Kamer, waar minister Ruding de miljoenennota, de miljardennota eigenlijk, aanbiedt aan de Tweede Kamer. Daarna hebben we in de rolzaal 5 ministers, en inclusief premier Lubbers, en ook tal van vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Maar we gaan nu eerst naar buiten, naar de rijtoer, en Willem Bemboom kijkt mee. En u bent dan hier rechtstreeks verbonden met onze cameraposities bij het Paleis Noordeinde. Dat dus nu weer gaat fungeren als vertrekpunt voor de stoet op de derde dinsdag in september. In 1952 gebeurde dat voor het laatst vanaf deze plaats. Op dit ogenblik is er nog niet al te veel beweging voor de hoofdingang. En dat is wellicht even, geeft dat de gelegenheid om iets meer te vertellen over de nieuwe route die dan nu gevolgd gaat worden. Een route dus, zoals we hebben gezegd, vanaf het Paleis Noordeinde. We hebben daar een kaart van laten maken. U ziet hier op de plattegrond het paleis. De route gaat dan via het Noordeinde, slaat af de Heulstraat in. En via die Heulstraat komt de stoet op het Lange Voorhout, het zogenaamde Schelpenpad op het Lange Voorhout. En dat gebeurt dan precies in tegengestelde richting vergeleken bij de voorgaande jaren, toen men nog van Paleis Lange Voorhout vertrok. Dat Lange Voorhout wordt helemaal afgereden tot de stoet op het toernooiveld is aangekomen. En via de Korte Vijverberg, die voor een deel grenst aan de Hofvijver, bereikt men dan de ridderzaal op het complex van het Binnenhof. Dat voor wat even de nieuwe route betreft, dan weet u precies waar de camera's u straks zullen langsvoeren. Hier weer terug bij Paleis Noordeinde. U ziet links het standbeeld van Willem de Zwijger, de vader des vaderlands. Dat daar is neergezet door koning Willem II. Het paleis dat is nu gaat fungeren als werk- en ontvangstpaleis. En van waaruit de stoet zal vertrekken, u ziet dan hier die rijrichting van de stoet, Noordeinde af. En de camera's pikken de stoet dan weer rond de bocht op. En in de tussentijd ziet u dat alles zich nog aan het formeren is. We zien hier nog juist de heer van Vollenhoven, de echtgenoot van prinses Margriet, instappen. En dat betekent dat over enkele minuten ook de Gouden Koets zal voorrijden. En dat de hele stoet in beweging kan komen. Deze koets wordt getrokken door Friese paarden. Er is de afgelopen dagen veel gerepeteerd door militairen, al of niet met paarden, om de kleine hindernissen van de nieuwe route
goed te leren kennen. Het toegangshek, het hek dat toegang geeft tot het paleis Noordeinde, is nogal smal. Vooral de Gouden Koets zal daar met een behoorlijke boog doorheen moeten om geen schade toe te brengen. Maar er is terdege op geoefend. U weet dat het paleis Noordeinde grondig gerestaureerd is. U heeft dat onlangs kunnen lezen in de kranten. Ga dus nu dienst doen als, zeg maar, het kantoor van koningin Beatrix en prins Klaus. Ook prinses Margriet en de heer van Vollenhoven zullen hierin in de toekomst hun werk gaan uitvoeren. De twee koetsjes die u hier ziet klaarstaan, dat zijn de koetsen waarin leden van de hofhouding worden vervoerd. De belangstelling langs de route is als vanouds weer goed te noemen. De Hagenaars zijn zeer gesteld op dit gebeuren in hun stad. En vanaf vanmorgen in alle vroegte was het publiek reeds aanwezig. En de mensen die zich in de omgeving van het paleis Noordeinde hebben opgesteld, zien dan nu die koetsier die moeilijke manoeuvre maken door dat toegangshek. En op de voorgrond ziet u de leden van de erewacht van de Koninklijke Luchtmacht. De Gouden Koets, getrokken door 8 paarden. Ik vertelde u al dat het paleis grondig is gerestaureerd. En dat was ook wel nodig, want het paleis verkeerde in een zeer slechte staat van onderhoud. In 1948 is er nog een brand geweest die nogal wat van het interieur heeft verwoest. En sinds enkele weken is het paleis dan helemaal bedrijfsklaar, om het zomaar te zeggen. Het hele karwei van restauratie heeft, inclusief inrichting en tuinaanleg, een bedrag van bijna 100 miljoen gulden gekost. Wilhelmus, en u zag dat koningin en prins voor het instappen eerst een groet brachten aan het vaandel van de Koninklijke Luchtmacht.
zo zet dan weer de stoet zich voor het eerst sinds 1952 zich in beweging via deze route. Ingewijden hebben verteld dat het in tijdsduur niet veel verschil zal uitmaken met de route zoals die in de voorgaande jaren is gebruikt. Het aantal kilometers is nagenoeg gelijk en de tijdschema's zijn dan ook niet erg afwijkend van die van voorgaande jaren. De gouden koets wordt gevolgd door een commando ereescorte van de cavalerie. U ziet hier ingeklemd tussen twee eenheden van de Rijkspolitie te paard, de koets van prinses Margriet en de heer van Vollenhoop. En dat is dan niet de glazen koets, zoals dat ten onrechte wel eens wordt gezegd. Hij lijkt er wel op, maar het is een zogenoemde glazen Berliner, om het eens even precies te zeggen. En deze koets is ook gebruikt bij de gelegenheid van het huwelijk van prinses Margriet en de heer van Vollenhoven. En is bij die gelegenheid ook nog omgebouwd. Werd voorzien van meer ramen en kreeg daarom ook meer het uiterlijk van die glazen koets. En we zijn hier op het lange voorhout. Het zogenoemde schelpenpad, dat dus nu in tegengestelde richting gereden wordt. U heeft dat zojuist gezien op de kaart. Een koets getrokken door 8 Gelderse paarden. En deze koets was in het jaar 1903 een geschenk van de Amsterdamse burgerij, van de Amsterdamse bevolking, aan koningin Wilhelmina. Ver voor die tijd ging het staatshoofd ook nog wel eens te paard naar het Binnenhof. Willem II, koning Willem II, deed dat bijvoorbeeld. De heren in de donkerblauwe pakken die de koets hier escorteren zijn in het dagelijks leven lakeien in het paleis van de koningin, het woonpaleis, paleishuis ten Bosch. En zij beschouwen het ieder jaar weer als een eretaak om er op deze wijze bij te mogen zijn op Prinsjesdag. Vaak wordt weer gevraagd, waar komt nou eigenlijk dat begrip, dat woord Prinsjesdag vandaan? Eén duidelijk antwoord is daar niet op te geven, want er bestaan namelijk twee lezingen. De eerste gaat terug naar het jaar 1790, toen de verjaardag van de Prins van Oranje werd aangeduid met Prinsjesdag. En vooral de verjaardagen van de laatste stadhouder, Prins Willem V, werden uitbundig gevierd. En ook om de Oranje gezindheid te demonstreren tegenover de patriotten, die er toen andere denkbeelden op nahielden, werd Prinsjesdag verheven tot een feest. Later werd Prinsjesdag een aanduiding voor meer algemene feestdagen. En dan is er dus een tweede lezing die teruggaat naar de tijd van koning Willem II, die een aantal jaren te paard, ik vertelde u daarover, vergezeld van zijn zonen en zijn broer, de prinsen van Oranje-Nassau, naar het Binnenhof kwam. En men denkt dus dat vanwege die aanwezigheid van die prinsen mogelijk dat woord Prinsjesdag
heeft doen ontstaan. De weersomstandigheden in Den Haag zijn redelijk, u kunt dat zien. We zien geen paraplu's, er is zelfs een bleek najaarszonnetje. Evenals vorig jaar, daarover geen klachten. En dan zijn we hier in de ridderzaal waar zo dadelijk de troonrede zal worden voorgelezen door de koningin. Mijn collega Gerard van der Wulf heeft in zijn inleiding al gewezen op een nieuwigheid dit jaar, namelijk de plaatsindeling. Leden van het kabinet zitten niet meer tegenover het staatshoofd, maar zijn aan de linkerzijde van de koningin geplaatst. En dat is dan eigenlijk om plaats te maken voor leden van Eerste en Tweede Kamer, van het parlement, omdat de koningin zich in feite tot hen richt, tot de leden van de Staten-Generaal. De ministers, het kabinet, heeft de tekst van de troonrede in feite samengesteld, weet dus al wat daarin staat. En de troonrede is een boodschap, een uiteenzetting van de beleidsvoornemens voor het komende begrotingsjaar, aan het adres van de leden van Eerste en Tweede Kamer. Staatsrechtelijk is deze instelling dus juister. En de oud-Kamervoorzitter wijlende heer Vondeling heeft 9 jaar geleden ook gepleit voor een dergelijke opstelling. De leden van het kabinet dus nu in een van de zijgedeelten in de ridderzaal. U ziet daar in gesprek rechts de heer Rietkerk van Binnenlandse Zaken met zijn collega Deetman van Onderwijs, minister Rudding daarnaast van Financiën, mevrouw Schoo van Ontwikkelingssamenwerking en daarnaast de heer De Castro, de gevolmachtigd minister van de Nederlandse Antillen, de waarnemer van het Antilliaanse kabinet in de Koninkrijksregering. En we zijn hier op het toernooiveld waar we de bocht omgaan richting Korte Vijverberg bij de Hofvijver. En dat betekent dat we over enkele minuten op het Binnenhof zullen zijn. Op de achtergrond ziet u de gebouwen van de Amerikaanse ambassade.
ziet hoe druk het is. Er zijn werkelijk duizenden en nog eens duizenden mensen op de been vandaag. En niet alleen mensen uit Den Haag en omgeving of uit andere delen van het land, maar de ervaring leert ook veel buitenlanders die dit altijd een uitermate indrukwekkende gebeurtenis vinden. U ziet hier het torentje van de minister-president, een onderdeel van het Binnenhof. En de binnenkomst van een deel van de stoet op het Binnenhof. De gebouwen links met de zonneschermen is het ministerie van Algemene Zaken, het ministerie van de minister-president. De man die u in de verte ziet met de rode jas op het witte paard, dat is de stalmeester, de heer Van den Hout, die de organisatie van deze stoet in handen heeft. U zult hem straks nog een paar keer terugzien. Het Binnenhof met de hoofdingang van de Ridderzaal, waar nu de glazen Berliner stopt en waaruit prinses Margriet en de heer van Vollenhoven zullen stappen. En ook zij groeten het vaandel en in dit geval is dat het vaandel van het korps mariniers. Zoals ieder jaar verstrekt de RVD ook een communiqué met daarin vermeld de kleding die gedragen wordt door de koningin en door prinses Margriet. Ik lees dat voor wat de laatstgenoemde betreft even voor. Prinses Margriet draagt een japon in twee kleuren beige en een bijpassende hoed. U heeft zich daar zojuist van kunnen overtuigen. En de heren zoals gewoonlijk gekleed in jacket. De muziek die u nu hoort wordt verzorgd door de leden van de Marinierskapel. Voordat het vaandel gegroet wordt, kan ik u vertellen, ook alweer volgens het communiqué van de Rijksvoorlichtingsdienst, dat de koningin een donkerblauwe japon van Taft draagt en een donkerblauwe hoed. De koningin zal binnen worden voorafgegaan door de leden van de commissie van In- en Uitgeleide. Dat is een commissie samengesteld uit Eerste en Tweede Kamerleden onder voorzitterschap van de heer Dolman, de voorzitter van de Tweede Kamer. Thank you.
Deze muziek hoort hij voor het eerst, want het is voor de eerste keer dat hoornblazers de binnenkomst begeleiden. Het wordt gespeeld door 4 leden van het residentieorkest. Leden van de Staten-Generaal. In de regeringsverklaring heeft het kabinet 2 jaar geleden een beleid uiteengezet om te komen tot het behoud van welvaart en tot herstel van werkgelegenheid. Dat beleid is aangeduid als het driesporenbeleid. Een overheid die minder schulden maakt, een krachtig bedrijfsleven dat voor meer werk kan gaan zorgen, een samenleving waarin werk zo georganiseerd wordt dat ieder weer de kans krijgt zich daarin te ontplooien. Uit de begroting die u vandaag wordt voorgelegd blijkt dat de offers die worden gebracht niet voor niets zijn. De werkgelegenheid neemt eindelijk weer toe. Het tekort van de overheid daalt. De collectieve uitgaven waren in het verleden veel te sterk gestegen. Dat heeft geleid tot te hoge tekorten en tot te hoge belastingen en sociale premies. Nu loopt, ondanks nog steeds stijgende rentelasten, het aandeel van de collectieve uitgaven in het nationaal inkomen langzaam maar zeker terug. Het wordt daardoor mogelijk om voor het eerst sinds vele jaren af te zien van belastingverhoging. Tevens wordt gewerkt aan een rechtvaardiger verdeling van de belastingdruk. Dat gebeurt door middel van de zogenaamde tweeverdienersmaatregel, die rekening houdt met de feitelijke draagkracht. Deze maatregel wordt gecombineerd met een verlaging in de loon- en inkomstenbelasting. De sociale premies zullen volgend jaar dalen voor burgers en voor bedrijven. Op die wijze wordt ook een forse lastenverlichting voor het bedrijfsleven bereikt. Hetgeen kan leiden tot lagere arbeidskosten en tot meer werk. De ontwikkeling van de arbeidskosten in het bedrijfsleven blijft uiteraard in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van werknemers en werkgevers. Die sluiten immers met elkaar collectieve arbeidsovereenkomsten. Wel maakt de begroting het mogelijk verantwoorde cao's aan te gaan. Dankzij de zeer geringe prijsstijging kan worden bereikt dat niet de prijscompensatie, maar lagere belastingen en premies bij gelijkblijvende bruto salarissen voor behoud van koopkracht zorgen. Zo worden voorwaarden geschapen om verder te gaan met versterking van de positie van het bedrijfsleven en inschakeling van meer mensen in het arbeidsproces. Ook de voorwaarden waaronder de zelfstandigen zich een inkomen verwerven worden stap voor stap verbeterd. De agrarische sector maakt na jaren van expansie een moeilijke periode door. Pijnlijke aanpassingen om overproductie te vermijden zijn nodig. De aparte plaats die de landbouw in het pakket van lastenverlichtingen heeft gekregen is ook bedoeld om de gevolgen van dit aanpassingsproces te verzachten. De elkaar snel opvolgende technologische vernieuwingen en de veranderingen in de internationale productiestructuur vragen om grote inspanning op het gebied van de ontwikkeling van wetenschap en technologie. Zij stellen ook hoge eisen aan het aanpassingsvermogen van de bedrijven en aan hen die daarin werken.
Zo komt nieuw en ander werk in de plaats van hetgeen verdwijnt. Meer en meer dienen het onderwijs en het wetenschappelijk onderzoek dit te ondersteunen. Vandaar ook de versterkte inspanning op het gebied van de informatietechnologie. Alleen een op vernieuwing gericht bedrijfsleven met concurrerende arbeidskosten kan het ons mogelijk maken onze welvaart in stand te houden. Daarboven zijn herverdeling van werk en arbeidsduurverkorting onmisbaar. Dit is een moeilijk proces van passen en meten dat in de organisatie per bedrijfstak of zelfs per onderneming moet gebeuren. Het is moeilijk omdat arbeidsduurverkorting en herverdeling van werk niet tot minder, maar tot meer productie moeten leiden. Dat kan alleen als het hand in hand gaat met andere werkroosters, flexibele werktijden, langere bedrijfstijden. Hier ligt een zware opdracht voor werkgevers en werknemers, en dus evenzeer voor de overheid als grootste werkgever. Deze inspanning moet samengaan met een forse aanpak van de jeugdwerkloosheid. Het is daarom verheugend dat de centrale organisaties van werknemers en werkgevers, verenigd in de Stichting van de Arbeid, overeenstemming hebben bereikt over aanbevelingen om de jeugdwerkloosheid nu massaal aan te pakken. Evenzo heeft het akkoord tussen kabinet, sociale partners en onderwijsorganisaties over de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het beroepsgerichte onderwijs tot een doorbraak geleid. Het leerlingstelsel ten behoeve van het bedrijfsleven zal met 40.000 plaatsen worden uitgebreid. Zo zullen jongeren goed opgeleid en vakbekwaam het bedrijfsleven komen versterken. Ook bij de overheid zullen zij voortaan in zogenaamde groeibanen aangenomen worden. Dat betekent dat volgend jaar 15.000 jongeren meer bij de overheid aan het werk kunnen gaan. Bedrijfsleven en overheid zullen op deze wijze samen zorg dragen voor een aanzienlijke verbetering van de positie van de schoolverlaters. Daarnaast heeft de overheid een bijzondere verantwoordelijkheid voor langdurig werklozen. Met name jongeren die reeds meer dan 2 jaar werkloos zijn, zullen door middel van het zogenaamde startplan een nieuwe kans krijgen. 1985 is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot het jaar voor de jeugd. Waar het vooral om gaat, is wat er door de jeugd kan gebeuren. De schoolverlaters van de jaren 80, 2,5 miljoen jongens en meisjes, zullen straks het hart moeten uitmaken van de werkende generatie. Voor die immense opgave staan wij samen. Ondanks de noodzaak het uitgavenniveau in de sociale zekerheid te beheersen, kan de koopkracht van de sociale minima gelukkig gehandhaafd blijven door de geringe prijsstijging en de verlaging van belastingen en sociale premies. Wel zullen de bovenminimale uitkeringen teruggebracht worden tot 70% van het bruto loon. Waarvan hen die voor lange tijd op een uitkering aangewezen zijn, dit offer gevraagd wordt, is het redelijk ook te komen tot bezuinigingen bij de kortlopende uitkeringen. Daarom worden aanpassingen voorgesteld in de ziektewet. Deze verlagingen zullen niet gelden voor mensen die slechts het minimumloon verdienen en daarvan ook anderen moeten onderhouden. Door deze maatregelen te nemen voor de bovenminimale uitkeringen, worden algemene kortingen
die onvermijdelijk ook weer de minimuminkomens zouden treffen, voorkomen. De verantwoordelijkheid voor het eventueel aanvullen van het ziekengeld boven het verlaagd wettelijk niveau ligt bij de sociale partners, werknemers en werkgevers zelf. Toch zal een tijdelijke voorziening voorgesteld worden die moet voorkomen dat hogere bovenwettelijke lasten automatisch op de werkgevers afgewenteld worden. Deze zal echter slechts gelden wanneer en zolang er na de lopende collectieve arbeidsovereenkomsten nog geen nieuwe overeenkomst is. De gelijke behandeling van mannen en vrouwen noodzaakt evenzeer tot een ingrijpende aanpassing van onze sociale zekerheid. Dat betekent onder meer dat straks mannen en vrouwen elk een AOW-uitkering ontvangen. Een gezinstoeslagenwet zal worden ingediend om te voorkomen dat gehuwden of samenwonenden die van één uitkering moeten leven, onder het voor hen geldende sociale minimum komen. Op deze wijze wordt zowel tegemoetgekomen aan de noodzaak van gelijke behandeling van mannen en vrouwen, als aan eisen van rechtvaardigheid en draagkracht. Dit jaar zullen ook voorstellen ingediend worden om ons stelsel van ziektekostenverzekering te vereenvoudigen en daarbinnen de solidariteit tussen groepen met een verschillend ziekterisico beter te regelen. Zo worden de contouren zichtbaar van een sociaal verzekeringsstelsel dat weer houdbaar zal zijn. Terwille van de beteugeling van de overheidsuitgaven en het op peil houden van de werkgelegenheid zal ook volgend jaar van hen die werkzaam zijn in de collectieve sector een bijdrage moeten worden gevraagd. Daarbij wordt er naar gestreefd nieuwe bruto uitkortingen op de salarissen te voorkomen. Met de centrales van overheidspersoneel kon overeenstemming worden bereikt over een geschillenregeling. Ook worden voorstellen tot herziening van het overlegstelsel voorbereid. De regering hoopt u binnenkort een wetsvoorstel tot regeling van het stakingsrecht van ambtenaren voor te leggen. De overheid heeft de plicht zorgvuldig om te gaan met de haar toevertrouwde middelen. Ook is kritische toetsing op de omvang en werking van het overheidsapparaat nodig. Het komt er daarbij op aan dat regering en volksvertegenwoordiging taken en verantwoordelijkheden aan lagere overheden overdragen dan wel deze aan de samenleving overlaten en eigen nieuwe taken slechts in zelfbeperking aanvaarden. Omvangrijke programma's van nieuwbouw, woningverbetering en stadsvernieuwing worden ondanks de zware budgettaire lasten tot stand gebracht. Deze programma's profiteren weliswaar van een gunstiger ontwikkeling van de bouwkosten, maar helaas maakt de hoge rentestand het nog niet mogelijk over te schakelen naar minder huurverhoging. Zelfs bij stijgende huren nemen de overheidsuitgaven voor de volkshuisvesting nog steeds aanzienlijk toe. Ook bij de bescherming en de verbetering van ons milieu gaat de overheid tot de grens van haar financiële kunnen. Dat is noodzakelijk, opdat meer mensen ook in de toekomst in een schoner milieu kunnen leven. De verantwoordelijkheid van de overheid voor welzijn en volksgezondheid wordt deze jaren herijkt. Het kabinet is bezig met een herwaarderen van onze verzorgingsstaat.
Bij de gezondheidszorg en de maatschappelijke dienstverlening gaat het er allereerst om deze zo in te richten dat er minder druk ontstaat op ziekenhuizen, verpleeghuizen en bejaardenoorden. De zorg op maat, dicht bij huis, moet daarom voorrang krijgen. Dan zal er ook minder behoefte zijn aan steeds meer en kostbaarder medische voorzieningen. Burger en samenleving zullen meer ruimte krijgen om, ook via hun gemeente en provincie, invloed uit te oefenen op de aangeboden welzijnsvoorzieningen en weer zelf een grotere eigen verantwoordelijkheid te dragen. Daarop zijn de te behandelen wetsontwerpen gericht. De laatste jaren zijn met betrekking tot andere overheidstaken grote zorgen naar voren gekomen. Het gaat daarbij met name om de veiligheid van de burger en het functioneren van de rechtsstaat. De criminaliteit moet worden teruggedrongen. Daarvoor zijn nodig een goed toegeruste politie en rechterlijke macht en voldoende mogelijkheden om straffen ten uitvoer te leggen. De capaciteit van het gevangeniswezen zal worden uitgebreid. Bij alles wat de overheid doet om de veiligheid van de burger te vergroten en diens vertrouwen in de rechtsorde te behouden, ontkomt zij niet aan het stellen van prioriteiten. Het behoud en de verbetering van de rechtsstaat vergen, naast duidelijker en scherper optreden tegen criminaliteit en vandalisme, een goede wetgeving. De ware vrijheid luistert naar wetten. Maar dan moeten die wetten wel van wezenlijk belang zijn, niet onnodig ingewikkeld en in de praktijk te handhaven. In feite komt het er dus op neer dat we tegelijk ons stelsel van wetten moeten toetsen op wat overbodig is, de zogenaamde deregulering, en daar waar nodig nieuwe wetten maken. Tevens dienen wij de naleving van de wet weer een groter gewicht toe te kennen. Tot de zorgen om de rechtsstaat hoort vandaag helaas ook de zorg om uitingen van discriminatie naar herkomst, huidskleur of ras. Daar moeten wij ons duidelijk tegenover opstellen. Politie en Openbaar Ministerie zullen actief blijven optreden. Het terugdringen van achterstanden van minderheden krijgt het komend jaar een bijzonder accent door de indiening van het wetsontwerp tot het verlenen van kiesrecht aan niet-Nederlandse ingezetenen. Bij de inspanningen om in ons land inhoud te geven aan een rechtvaardiger en veiliger wereld wisselen licht en schaduw elkaar af. Maar er is veel om dankbaar voor te zijn. Dat is een stimulans te meer onze internationale verplichtingen, ons samenleven en samenwerken met andere volkeren, goed in het oog te houden. Allereerst geldt dit binnen het Koninkrijk zelf, waar de regering haar volle medewerking zal blijven verlenen aan de uitwerking van de resultaten van de Ronde Tafelconferentie met de Nederlandse Antillen. Tezamen met andere lidstaten van de Europese gemeenschap werken wij aan een Europa dat geloofwaardig is voor zijn burgers. Aan dit streven zal ook de 40-jarige Benelux-samenwerking bijdragen. Het gaat om een Europa zonder grensbelemmeringen, met een echt vrij verkeer van personen, goederen en diensten. Een Europa waarin ook de wil heerst nieuwe technologieën gezamenlijk te ontwikkelen en toe te passen. Slechts zo zal het kunnen komen tot een krachtige gemeenschap, straks uitgebreid met Spanje en Portugal,
Onder dreiging van toenemend protectionisme blijft de ontwikkeling van de wereldeconomie grote inspanning vragen. Met name de internationale schuldenproblematiek, verscherpt door de voortdurend hoge rente, is ontwrichtend voor een aantal landen. Hoewel er lichtpunten in de derde wereld te zien zijn, blijven armoede, honger en een groot gebrek aan werkgelegenheid toch kenmerkend voor de situatie in tal van ontwikkelingslanden, vooral in die met de laagste inkomens. We zullen onze beste krachten en mogelijkheden blijven inzetten voor een duurzame oplossing. Daarom blijft de hulpinspanning 1,5% van het netto nationaal inkomen. Dit komt in de allereerste plaats ten goede aan de ontwikkelingslanden, maar levert op langere termijn ook een bijdrage aan onze eigen welvaart. Om de vrijheid te behouden en de vrede te bewaren, blijft een geloofwaardige en samenhangende westelijke defensie onmisbaar. In de defensienota is uiteengezet hoe onze krijgsmacht hieraan de komende 10 jaar zal bijdragen. Tegelijkertijd dienen de pogingen van ons bondgenootschap om te komen tot wezenlijke ontspanning en beteugeling van de wapenwetloop te worden voortgezet. Zeker nu de verhoudingen tussen Oost en West zo kil zijn en vervuld van wantrouwen. Naast de wapenbeheersing zullen menselijke, culturele en economische contacten de ontspanning moeten bevorderen. Met het besluit in zaken eventuele plaatsing van kruisvluchtwapens op Nederlands grondgebied heeft het kabinet een uiterste poging willen doen om wapenbeheersing een kans te geven, zonder de solidariteit met het bondgenootschap te beschadigen. Helaas zijn er tot nu toe geen aanwijzingen dat de Sovjet-Unie een verdere uitbreiding van haar SS-20-arsenalen zal staken, dan wel bereid is naar de onderhandelingstafel terug te keren. Leden van de Staten-Generaal. Langzaam maar zeker geraken wij met economie en werkgelegenheid uit het slop. Dat rechtvaardigt een voortgaan op de ingeslagen weg. De regering is daartoe vast besloten. Van de kwaliteit van ons leven en werken kunnen wij iets goeds maken. Dat vraagt wel bijzondere inspanningen. Volgend jaar herdenken wij dat ons land 40 jaar geleden werd bevrijd. Dit is reden tot dankbaarheid, maar dat is niet genoeg. Laten wij ons vrede en vrijheid waardig tonen. Wij moeten oorlog voorkomen, maar vooral ook vrede inhoud geven, in ons land en over de grenzen heen. Bij alle verschillen van inzicht is dit onze gezamenlijke opdracht. Daarbij zijn aan u, volksvertegenwoordigers, veel taken en zorgen toevertrouwd. Van harte wens ik u toe dat Gods zegen op uw werk rust. Lang leve de koningin! Hoera! 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 En het lang leven de koningin werd aangeheven door de voorzitter van de Eerste Kamer, de heer Steenkamp, die in gevallen van Verenigde Vergadering, van Eerste en Tweede Kamer, tevens voorzitter is van die Verenigde Vergadering. De koningin gaat nu begeleid door de leden van de Commissie van In- en Uitgeleide naar de zogenoemde Koninginnenkamer, ook wel ontvangkamer genoemd, en zal zich daar enkele minuten onderhouden met die leden, samengesteld uit de leden van Eerste en Tweede Kamer.
koninginnenkamer die vlak bij de toegangsdeur is. En in de tussentijd moeten de aanwezigen in de ridderzaal even enkele minuten geduld oefenen. En dit jaar voor het eerst zal dat wachten wat worden veraangenaamd door muziek. Ook nu de terugkeer van de commissie van in- en uitgeleide af. Ik breng u in herinnering dat thans door een viertal leden van het presidentsorkest het hoofdkwartet van Mozart en Horen zal worden gebracht. De heer Steenkamp heeft mij de woorden uit de mond genomen. Ik hoef hem niet meer te herhalen. We luisteren even naar deze muziek. Ja, we gaan zo weer terug naar de ridderzaal. Maar nu de koningin zich toch even heeft teruggetrokken, heb ik de gelegenheid om een paar hoofdpunten uit de troonrede op een rijtje te zetten. Een aantal daarvan zijn de afgelopen weken al bekend geworden, onder meer door uitlatingen van de diverse ministers. Maar nu hebben we alles dan toch in één geheel. Een paar hoofdpunten. Voor het eerst sinds jaren komt er geen belastingverhoging. En ook geen extra accijns dus. En dat betekent dat de borrel en de sigaret dus volgend jaar even duur blijven. De sociale premies gaan omlaag. En dat betekent dat de bedrijven wat meer financiële ruimte krijgen. En dat betekent ook dat de werknemers, althans het gros daarvan, volgend jaar zijn koopkracht kan behouden. Maar de prijscompensatie moet wel worden ingeleverd, althans dat wil het kabinet. En daarvoor kan men dan in ruil vrije tijd terugkrijgen. Tenminste, als men bereid is tot onder meer wat flexibeler werktijden. En daarmee kan dan de productie van de bedrijven weer worden vergroot. Dan komen er maatregelen tegen de jeugdwerkloosheid. En vooral jongeren die 2 jaar of langer werkloos zijn, krijgen volgens de troonrede een nieuwe kans. Opvallend uit die troonrede is dat er erg weinig werd gezegd over nieuwe bezuinigingsmaatregelen op de salarissen van ambtenaren en trendvolgers. Maar daar zullen we ongetwijfeld vanmiddag nog wel meer over horen. Dan de uitkeringen. De minima behouden hun koopkracht, maar de hogere uitkeringen gaan er behoorlijk op achteruit. En dan komt het kabinet eindelijk met die lang verwachte ziektewetmaatregel. Daardoor krijgen zieke werknemers voortaan netto minder in het handje. Tenminste, als de werkgevers dat geld niet bijpassen. Dan nog een paar krenten uit de pap. De huurverhoging blijft volgend jaar hetzelfde als dit jaar en dat was 4%. En er komen meer gevangeniscellen. Buitenlanders die in Nederland wonen krijgen kiesrecht en de ontwikkelingssamenwerking blijft, althans volgens berekeningen van het kabinet, op 1,5% van het nationaal inkomen. Dan op het defensiefront eigenlijk weinig nieuws. De regering is teleurgesteld dat de Russen niet hebben gereageerd op het kruisrakettenbesluit van ons land. Volgens dat besluit dat in juni is genomen, komen er in Nederland geen kruisraketten als de Russen stoppen met het bouwen van nieuwe vergelijkbare SS-20 raketten. Maar er is niets, zo zegt het kabinet nu, wat wijst op een stop aan Sovjetzijde. Al met al, het is een tevreden troonrede vol met zelfvertrouwen, maar tegelijkertijd met een hele rits nieuwe, pijnlijke maatregelen. Nu gaan we eerst naar het vervolg van de rijtour met de Gouden Koets terug naar de ridderzaal.